Hier gaan we over de eerste grens. De grens van het gebouw van 3 en 4. We doen de grens open. Voilà, we zijn er. Meester, de poort. De schoolpoort. En kijk eens. Maar we eens een keer moeten opnieuw schilderen. Hier is een witte lijn getrokken en daar ook een witte lijn. De papi. Hij heeft een omheining. Je mag het woordje omheining opschrijven. Omheining, en wel, blijf staan. Dat hier is een omheining. Mag ik daarover kruipen? Nee. Zou de boer er content van zijn dat ik hierover kruip en al zijn peren pluk? Nee. Het is kort. We hebben daarnet de verbinding gemaakt tussen de Paradijsstraat, de straat waar de school staat, en een andere straat. Ik ga nog niet zeggen welke. Zeg het maar. Hallo, lees het. Lees jij het eens. Hemelwegen. Hemelwegel. Eerst dat woord hier opzij. Kijk, lees. Luid. Daarnet was het een wegel. En nu was het een pad. Ja, die namen, hè. Simon. Simon. Want er staat een rood ding. En die rood ding is dat daar dat je moet stoppen. Dat je een ding moet boosten. Ja, voilà. Is dat de grens? Nee, dat is. Wie kan het lezen? Ik heb een staan horen. Weet je het nog? Luister, wat wie woont er daar in Frankrijk? Ik. Neuville is een deel van Frankrijk. Ah, het is Vaandelpad. En dat is de? Vaandelstraat. Nee. En hier zit op de grens tussen de Vaandelstraat en de Neuvillestraat. En nu gaan wij de Neuville. Wow. Dus we komen net aan het Vaandelpad. Wie weet nog wat het wil zeggen? Lucien? In de lucht? Waar staat de directeur nu precies? Simon? Op een grens. Tussen? Ja? Ik ben hier al met de fiets geweest. Mooi, het is een mooie, mooie wegel. Ja, weet je. Ja, mama. Deze kant. De meisjes komen mee met mij. Oei, ai. En de kinderen die een briefje hebben gekregen van de directeur in klas, die moeten goed luisteren. Ik heb een briefje. Ik heb een briefje. Ja, zeer goed. En je wacht nu, je maakt daar een groep. Ik zie altijd dezelfde vingers. Isa? Ik sta op een grens. En die grens wordt duidelijk, want althans, moest hij die paaltjes wegnemen, dan zou je geen verschil zien. Ik tel er 1, 2, 3. Hoe lang zouden die paaltjes hier al staan, denken jullie? Denken jullie? Wachten tot iedereen hier is. Jullie zitten nu in Frankrijk, hè? Ja. Beste kinderen, ik ben een Nederlandstalige en ik kan dat dus niet lezen. Waarom? Die nation. Ik heb niet alles gelezen. Sentier des deux nations. Herlees, jij? Sentier des deux nations. Le sentier des deux nations. Nation, wel zijn. Hoe zijn we dat? La. J'écoute, je vous écoute. Hein. Ah, la nation, c'est en fait deux pays. Wat is een pays? Un pays, c'est in het Nederlands. Ik zal een nieuw woord zeggen. Ja, ik hoor het hier. Zeer goed. Het Nederlands en het Frans. Pas op, als ze naar Moeskroen zouden gaan, zouden we net hetzelfde. Landgrens. Dat is 1. 2. Taalgrens. 3. Landgrens. Taalgrens. Het zit daar nog in tussen. Oh,
Ja, maar niet AAA. Wereldgrens? Nee. Nee, geen wereldgrens. Gemeentegrens? En gemeente. Je weet wat dat is. Ik ga een paar vragen stellen. Is dat een woning? Nee. Is dat een tuinhuis? Nee. Is dat een chalet? Nee. Ook niet. Wat zou dat kunnen zijn? Bonjour. De schuilplaats is van de soldaten, zodat ze niet doodgeschoten kunnen worden. Met een p of een b? Een b. Ah ja, ik dacht dat het een punker was. Maar ik... Dus, inderdaad, dat... Zie je daar nog een? Ja. Daar nog een. En straks zie je... Als we terug zijn, moet je stellen hoeveel bunkers we hebben tegengekomen. Dat is een perfect. Wie komt hier mee? Die Leona, hoe is het? Ja, meester. Ja. Hoe heet zo'n huis of zo'n woning of zo'n gebouw? Een bunker. Een bunker. Jij mag nog eens luid zeggen, want je hebt het daarnet ook zo mooi gezegd, waarvoor dat is. Nederlandse woorden, hè, manneke? Ja, de... De frontier. In het Nederlands. Dat hoort niet. Oh jawel, we zijn er al heel tijd over bezig. Ah ja, de grens. Dat is inderdaad de grens. En nu mag je doorvertellen. Hier is de grens. Het is daarom dat ze dat hier hebben geplaatst. Want de Duitsers komen van de grens aan. Het is nog altijd in het Frans hier, hè? In het Frans. Hier en we zijn terug in België. We komen uit de Vagevuurstraat waar Milan woont en Angel. En kijk eens in welke straat we nu terechtkomen. De Vagevuurstraat.